Lions Club Para herdenkt vandaag haar 60-jarig bestaan. Gedreven door het internationale Lions Club motto We Serve, heeft Lions Club Para sinds haar bestaan tal van projecten uitgevoerd. Hierbij kunnen onder andere genoemd worden het bouwen van klas- en praktijklokalen en mediatheken op diverse scholen, het opzetten van bushuisjes op strategische locaties en de organisatie van gezondheidsbeurzen. Vanwege de heersende COVID-19-pandemie is het ook voor Lions Club Para een uitdaging om projecten uit te voeren. Toch heeft de organisatie in het kader van haar jaardag enkele gerenoveerde bushuisjes overgedragen ten behoeve van de Paraanse gemeenschap. President Naomi Banel van Lions Club Para is ervan overtuigd dat de Paranen goed gebruik zullen maken van deze geste. Ook werden het kindertehuis Odoniti en het verzorgingstehuis Para Relax Club bedacht met PPE's, schoonmaakmiddelen, levensmiddelen en fruit. Lions Club Para gaat onverkort door met het dienen van de gemeenschap.